leuk kijken naar deze video. Ik ga een video maken over knutselen. Wij gaan echt knutselen met paasdingen. Bijvoorbeeld dit heb ik gekocht. Ik heb kleine vogeltjes en ik heb paaseieren en nog stickers. En dan deze twee dingen. Dus ik ga nu knutselen en het eerste wat ik gebruik is deze. De rooi. Ik vind een beetje te deze. Zo? Ja. Ik vind hem nog mooi. Dat ben ik niet. Dus dan ga ik met die eitjes hozen, want dat is een andere. Ik heb een schaar nog. Did you see? I told him that the door was where I'm in. In this. Oké. Mijn bag. Er is een ei zitten zo'n chocolade vlokjes. En hier staat Anna, Frozen. Ola, mag ik geen open maken? Jij er geen open maken? Ik heb ook zo'n chocolade. En dan zit je zo'n klein zakje mama. En dan heb je 60. Heel lekker. Heel lekker. Smaak om. Lekker. Normaal. Ik moet wel zacht snoepjes zijn, maar jongen mag nog geen harde. Het smaakt een beetje naar fruit. En dan krijg je ook nog een alzapapiertje erbij. Niet dat ik er nog van nou, maar kleinere kinderen. Hè? Zo. Moet je echt als een vogelnestje zien. Heel erg zo. Beetje te druk, maar oké. En dan heb ik ook nog deze mooie kleine vogels. Want dat is natuurlijk op een echte vogelhuisje. Vogelhuisje ook niet, maar. En die zien er zo dan uit. Kuikentjes, geen vogeltjes, maar kuikentjes. Kuikentjes! Die doe ik dan gewoon heel mooi in zo'n. Ik heb roze, paars, blauw en alles. En ze er ook uitzien. Maar wat komt er anders uit een ei? Natuurlijk een kip. Nee, kuikens. Kuikens. Ik heb geen idee. Ik ben niet te slim. Was het ei er eerst of de kip? De kip. Nee, het ei. Tuurlijk het ei. Het ei maakt een kip. Maar een kip maakt het ei. Maar daarom gewoon een kip. Eigenlijk een ei. Denk ik toch wel. En nu gaan we met een mooie kleur. Favoriete kleur. Paas. Ik kan wel allemaal verschuiven. Zo kopje. Zo, zo. Het begint er super mooi op te lijken. Zo. Ik heb alles in de vierde rand, dus ik ga er ook nog een keer tussen proppen. Hier. Kijk, jij mag dat blijven. Dan ga ik blauw. Blauw is ook mijn favoriete kleur. Blauw, roze en paars. Kijk, sommige zitten ook nog verstopt. Sommige kijkers zitten ook nog op het ei.
handdoek houden. Zo, dit is in de kuikens. Nog één ei. Heel veel toch? Te veel eieren. Ik kan deze nog een beetje hier droppelen. En dan... We hebben wel eieren. Even kijken. Zo, ik heb nu nog de eieren te hebben. Ik heb niks gedaan. Zo, hier zo moet je... Hier moet ik dan daar, oké. Een heel speciaal ding. Zo, dit is de verf, denk ik. Dit, ja. Nou, dat is de verf. Dan... Oh, dit is een eierhoudingje. Tuurlijk, kijk maar. Mag ik een ei? Maar die moet ik eens koken. We hebben geen gekookt ei. Kunnen we die niet koken? Nu niet, maar die kunnen we strakjes wel verkoken. Zo. Maar ik probeer het anders met zo'n ei ertussen. Kan. Ik weet niet of dit maar groter is dan een echt ei. Maar... En zo kan je dan het ei ronddraaien. En, los. En dan heb je een cushion. Waar is het cushion? Ook cushion. Dan kan je hierin dippen. Dan komt het niet overal op je hand zitten. En we hebben ook nog de ballonnen. Daar is het wel in op. Met confetti voor de luxe leuwe Pasen. En er zitten allemaal confetti in. En dat is weer klein. Maar wel, waarom nog niet? Ik heb dit weer. Ik hou van dingen opschieten. En we hebben stickers van paas, kuikentjes, mandjes met eieren van alles en vlinders en peltje en ei en een wortel met een konijn, geen idee. Van alles. En dan hebben we dat ook nog in deze kleur. Was dat het? Dat was het. En dan... Zo, papa gaat nu voor mijn ei koken en voor de verven. Dus de kuikentjes en alles erin. En ja, papa gaat nu voor mij koken. Want ik mag dat nog niet zelf doen. Ja, papa is ook niet zo goed gekookt, dus hopelijk gaat het goed. Tel ik eens een zacht ei. Nee, dat koken wordt gewoon te hard. Dus jij geeft nog een keer mijn vogelnestje laten zien. Vogelnestje. En ik heb natuurlijk de eieren erin. Dus ja, dat vind ik super cute. Wat vinden jullie de leukste kleur? Paas? Paaskuikentje? Groen? Roos? Blauw? Of... Ja, daar waren ze gewoon. Dus ja, de eieren zijn super duper veel en bubbelen. En nu moeten we ongeveer nog tot daar 16 staat wachten. Dat is nu 15 toch? 12 staat er nu. Ben je dat? Het lijkt echt op 15. Dat staat 12, dan moet je nog tot 16 wachten. Oké, dus we moeten nog heel lang wachten. Zo, we moeten nu hier uitzetten. Ik zet uit. En dan moeten we de eieren onder de koude kraan. Shall I do it? Zal ik het doen? Ja. Oké, let's just do it. Oké.
door die eieren zijn afgekoeld. Dus nu moet jij weer filmen. Tappie. Tappie, 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 tappie. De bak staat wel heen, denk ik. Nou, zet je foto te breken. Wat kan het wel op de maat, ja? Pijn aan het hart. Ja, haal het eruit. Wat is het hier? Andere. Vet. Precies even groot zijn deze eieren. Oké, nu. Nu moet je eerst water pakken. Er was iemand. Weet je iets te vertellen? Oeh. Sinaasappel, sinaasappel. Zo, we hebben hier water. En nu moet het eieren doen, daar gaat ze kapot. Nou, dan pech. Zo, okay. We hebben met dit plastic ei. Ik denk dat plastic wel sterker is. Nu heb ik er al, hè. Het past geen zin in. Zeker. Dan moet het toch wel. Zo. Kom op. Zo, dat hebben we gedaan. Voilà. En nu ga ik mijn mooie ei maken. Ja, nu neem ik er nog een ei. Hopelijk duurt het te ver weg. Het is wel een beetje verkleurig. Maar wel natig zit het uit. Als hij niet doet, hè. Het is een heel vieze bakje. Hé, hey, hij doet het goed. Super duper goed. Oké, we klaar met de eerste. Hij ziet zo allemaal heel kleurrijk en mijn achterkant is gewoon rood. Omdat ik allemaal vind dat de voorkant mooi gekleurd is. Het rood is rood. Dus nu moet ik het rooier in doen, anders beschad ik het ei. Zo, wat mooi op mijn borgen gedaan met mijn ei. Heel mooi. En nu voorzichtig. Zo, die lijken wel, maar weet je wat je meestal moet doen? Is een gat erin maken. En dan het ei erin leggen. Tot die zo. Hij ziet er wel heel lekker uit. En nu het tweede ei, maar ik denk dat ik hem maar zo erin laat. Dan kan ik eens de eerste. Misschien ben ik toch ook. Deze kan dus ook nog gemaakt. Die kan ook even doen. Oh, dat is nu opeens een heel donkere. Dit is bloedkleur. Misschien heb je paashaas. Kan ik misschien iets lichter maken met bijvoorbeeld wit? Ja, nu is hij wel licht wit. Die blauwe moet tot hier, dus dat kan een beetje zo verkopen. En een rood kleine puntje nog. Klaar. Mijn mislukte verkeerde. Bloem. Het lijkt niet echt een bloem, maar het is gewoon een soort van fantasie.
Kunst. Kunst. Verkeerde kunst. Ik vind dit wel het mooiste van het gedeelte. En dit een beetje... Kunst kan nooit verkeerd zijn, schat. Nee. Dus ik ga hem er nu in doen. Ik moet niet mijn handen helemaal onder. Hey, geef een blauw duimpje omhoog en abonneer op de... Doei!